Goedemorgen allemaal, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Het is erg zonnig, dus ik zit een beetje te rommelen nog hoe het gaat hier met dit gebeuren. Maar het gaat allemaal goed. Ja, het gaat allemaal goed. Goed, dit is beter. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Live vanuit Kampen voor Hollandcore TV, de kerstspecial. Het is 10:00 en ik heb een compilatie gemaakt van allemaal mooie liederen om mee te beginnen. Nou, we beginnen natuurlijk vanuit Kampen. Niet alleen de studio uit Kampen, maar ook de Bovenkerk uit Kampen. Met beelden van ons koorlid Anja Potkamp. Dankjewel. En ik kreeg afgelopen week nog een heleboel foto's van haar toegestuurd. Dus er zullen binnenkort meer mooie liederen komen met beelden daarbij van Anja Potkamp. Anja, nogmaals bedankt. Het prachtige Hoe zal ik u ontvangen? Ooit bewerkt voor gemeen koor door mijn oom Piet. En ik weet nog dat het voor het eerst uitgevoerd wordt met een groot kinderkoor. Het werd opgenomen in de Burgwelkerk in Kampen. Jaren geleden, ik denk wel misschien wel 50 jaar geleden, met mijn vader op het orgel. Later heeft mijn vader die partituur wat bewerkt en aangepast. En een van de eerste nummers die ik per se op wilde nemen met een kerstcd al in 1991 in de Bovenkerk was deze prachtige bewerking van Hoe zal ik u ontvangen? Een heerlijk stuk. Eerst een koraal, dan een soort koraalbewerking. En dan een slotkoraal over die prachtige tekst. Nog eens zal hij verschijnen. Want we leven na kerst. We leven in verwachting van nieuw leven. Maar we weten ook dat het enige feest waar we nog naar uitzien is eigenlijk de wederkomst. En daar zingen we van, ook in deze adventstijd. Hoe zal ik u ontvangen?
Wat een mooi lied. Troost nu mijn volk. De tekst uit Jesaja, we hebben het als Holland Koor zo vaak gezongen. En als je er nu weer naar luistert, dan komt dat ook weer bij je binnen. Troost nu mijn volk. Laten we het volk Israël, het door God uitverkoren volk, wonende nu in zijn land en met die prachtige stad Jeruzalem, de stad op de Olijfberg waar eens de wederkomst zal zijn. Ik hoop dat we blijven bidden. Ik roep u op om te blijven bidden voor het volk, voor Gods volk, voor Gods land, voor Gods stad, de Godstad, Jeruzalem. En van Jeruzalem zingen we ook heel veel. Ik laat u af en toe wat posters zien, wat andere dingen zien. En ik hoop nu dat het geluid allemaal doorgaat. Ja, dat gaat allemaal goed. U ziet hier een poster van de familie Kerstzang 2020 in de Bovenkerkinkampen. Morgen zondag om 3:30 de eerste uitzending. En dat gaat over de herders. Dan kerstavond om 10:30 thema de engelen. En op eerste kerstdag om 7:00. Gaat het over de wijze. Dominee Hans van Ark, bekend van Zingen onder de Peperbus in Zwolle. De Peperbus kon die niet terecht en heeft prachtige opnames gemaakt in de Bovenkerk van Kampen. Er zingt een mannenensemble mee. Er is een fluitensemble, Wilco Veldkamp op vleugel, Maurice van Dijk op trompet, Gerwin van der Plaats op de orgel en natuurlijk dominee Hans van Ark. Ik heb een aantal meditaties al mogen horen, want ik was betrokken bij de opnames en ik wil het absoluut bij u aanbevelen om te gaan kijken op het kanaal, YouTube-kanaal Kampen Bovenkerk. En als u dan erin typt familie Kerstzang 2020 of dominee Hans van Ark, dan komt u zeker terecht. Ik wil dat gewoon heel hartelijk aanbevelen om daarnaar te gaan kijken, want het is zeker de moeite waard. En ja, de binnenkant van de Bovenkerk, hij is natuurlijk prachtig aan de buitenkant. We hebben gezien op die mooie foto's van Anja Potkamp, maar ook van binnen is die mooi. Dat kunnen we zien bij beelden vanuit de Bovenkerk. Onder het lied O kom Immanuel. En we zien en horen Noortje van Middelkoop en Martin Mans.
het duo Martin Mans en Noortje van Middelkoop. En Noortje kennen we natuurlijk bij het Holland Koor heel goed, want ze is talloze malen te gast geweest bij onze concerten. En ze is ook de verschillende keren mee geweest naar Israël. Goed, wat is er toch een hoop mooie muziek. En wat missen we eigenlijk ook toch, dat samen zijn met elkaar. Want het is natuurlijk prachtig om naar die mooie liederen te luisteren. Maar ja, dat samen zijn. En jaarlijks heb ik in Dordrecht op de zaterdag voor de kerst, dus eigenlijk zou dat vanavond zijn, zingen in de grote kerst. Kerstfeest in de... Daar had dus geluid onder moeten zitten. Maar kerstfeest in de Grote Kerk. Dit jaar dus niet. Maar we hebben wel heel veel opnames van dat kerstfeest in de Grote Kerk gemaakt. Dus vanavond op mijn YouTube kanaal een prachtige uitzending. Kerstfeest vanuit de Grote Kerk met het koor Presim. En we gaan naar een lied luisteren. Komt ons in diepe nacht ter oren. De morgenster is opgegaan. Een opname vanuit Dordrecht. Zingt u mee. De tekst staat onder in beeld. Het koor Voices uit Kampen, christelijk regionaal koor Voices, met het prachtige Holy Spirit, Truth Divine.
Sommige mensen vragen mij wel eens van waarom moeten we ons abonneren op dat kanaal en hoe werkt dat nou allemaal met YouTube en dat soort zaken. Nou, een abonnement op een kanaal betekent dat u automatisch op de hoogte wordt gehouden van als er nieuwe uploads zijn, dus nieuwe filmpjes op staan. Maar dat is dus ook voor het kanaal belangrijk om abonnees te hebben. Want als je abonnees hebt, dan groei je ook weer sneller en dan kom je hoger in de alle lijstjes te staan. Dus ik zou u willen vragen, het is kosteloos, gratis, en daar zijn we als Nederlanders natuurlijk altijd heel erg keen op, de dingen die gratis zijn. Het heeft helemaal geen verplichtingen, maar het is heel fijn als u zich abonneert op dat kanaal. Dus u vindt altijd onderaan de beschrijving bij YouTube abonneren. Nou, als u dan een abonnement neemt, dan helpt u dat kanaal om te bestaan. Nou, mijn kanaal heeft inmiddels wel een heleboel, en daar zult u misschien wel al een abonnee op zijn. Als u dat nog niet doet, wilt u dat dan alsjeblieft doen. Maar ik wil ook graag u vragen om dat te doen op het kanaal van de Bovenkerk, waar we de familie Kerstzang 2020 op gaan uitzenden. Ook op dat kanaal van de Bovenkerk is het belangrijk om daar zoveel mogelijk abonnees op te hebben. Want dan verspreidt het zich ook beter. Dus ook op dat kanaal zou ik u van harte willen vragen, abonneer u op dat kanaal. Nou, dan bij elke video's kan u altijd zo'n duimpje omhoog of een duimpje naar beneden. Nou, u snapt dat een duimpje omhoog beter is dan een duimpje naar beneden. Maar hoe meer duimpjes omhoog gaan op zo'n kanaal, hoe meer deze uitzending ook dan weer in aanbevelingen terechtkomt bij andere mensen om te zeggen van, nou, daar waren een heleboel duimpjes omhoog, dus dat is vast een hele goede uitzending, dus daar moet u naar gaan kijken. Nou, zo kunnen we ook het Hollandkoor helpen om andere mensen bekend te maken met het Hollandkoor. Daar ging mijn telefoon, die doen we uit. Dus als u allemaal een duimpje omhoog onder de uitzending zet of andere uitzendingen, dan komen die weer hoger in de aanbevelingen en dan nodigen we daardoor mensen uit, makkelijke mensen uit, om kennis te maken met het Hollandkoor. Dus ook onder deze uitzending of andere uitzendingen het duimpje omhoog aanklikken. Er kijken nu 106 mensen, zie ik. Nou, dat zijn een heleboel. En er zijn nog een heleboel echtparen, denk ik ook. Dus we hebben natuurlijk altijd veel meer kijkers als dat je aansluiting hebt. Maar als al die 106 nou op dat duimpje drukken omhoog, dan zal je zien dat heel veel mensen bericht krijgen van die uitzending van het Hollandkoor is de moeite waard. Goed. Waarvoor dank als u dat zou willen doen. We gaan door. Ik maakte met het koor in Notter afgelopen maandag, toen het nog kon eigenlijk, een aantal opnames voor een programma. En daarin ook een medley gespeeld door Chloe Elsenaar. We kennen haar natuurlijk als Hollandkoor heel goed. Leon Koppelman op de panfluit. Kees de Bruin op de vleugel. En Ronald Eimker op de piano met een prachtige kerstmedley. We schakelen naar de Vrije Evangelische Gemeente in Nijverdal. Thank you.
Ja, dan zijn we weer terug en u ziet mij niet, maar u hoort mij wel onder deze poster van het Benefiet Kerstconcert Voedselhulp Harol Moldavië. Onze hervormde gemeente, tegenwoordig protestantse gemeente Kampen, heeft jaren geleden een hulpactie opgestart in Harol. We hebben daar onder andere een kerk gebouwd, maar we zijn daar heel veel ook met voedselhulp. Verleden jaar hebben we met een aantal kampenkoren een heel groot benefietconcert gehouden in de Bovenkerk. En dat was ook dit jaar weer het plan, maar ja, dat kon natuurlijk niet doorgaan. Maar we wilden toch de stichting Harol, hulp aan Harol vanuit Kampen naar Moldavië, toch ook helpen. Vandaar dit benefiet kerstconcert, online kerstconcert op kerstavond 24 december om 19:30 s'avonds. U kunt het volgen op het YouTube-kanaal van de Bovenkerk Kampen, Kampen Bovenkerk, daar moet u op zoeken. Hetzelfde kanaal waar u ook dat familie kerstzang kan volgen, ook op kerstavond. Dat is dan daar eigenlijk aansluitend op. Dus nou, u hebt een prachtig concert op kerstavond op dat kanaal en aansluitend de kerstnachtdienst. Benefiet kerstconcert Voedselhulp Moldavië met het Urke Mannenkwartet, Gerwin van der Plaats, Ab Wegenaar, de familie Hubach, Freddy van Grafhorst en dominee Jan Harteman, die een meditatie verzorgt. Zeer hartelijk aanbevolen. Het volgende lied in de uitzending, een kinderkoor van Henk van der Maten uit Heerde. En we kennen Henk van der Maten allemaal als schrijver van prachtige liederen. Onder andere Groot en Toch Dichtbij, maar ook Psalm 98 zingt een nieuw lied voor God de Heer. We hebben veel liederen van hem gezongen. Ik kwam een hele leuke opname tegen van zijn kinderkoor, de Hergezangertjes, geloof ik precies om te zijn, uit Heerde. Een heel leuk kinderkoor met het bekende lied Jingle Bells. Nou is dat altijd zo'n tekst waarvan ik denk van, nou, Jingle Bells, het klinkt van alles. Maar hij heeft hier een hele leuke Nederlandse tekst bijgeschreven, die ook in beeld zit. Dus u kan eigenlijk heel snel, heel makkelijk meezingen met deze kinderen. En ik hoop dat ze allemaal over een jaar of 30, 40, 50 ook lid zullen zijn van het Holland Koor. Ja, Jingle Bells, ze zingen die kinderen als het hun leven ervan afhangt. Het is een lust om naar te kijken en om mee te doen. Je wordt er helemaal vrolijk van. Henk van der Maten, dank je wel voor deze bijdrage met je kinderkoor uit Heerde.
Kinderliederen, ja, we kunnen er soms zo makkelijk over doen. Vroeger heb je misschien wel geleerd het beroemde lied. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En ik heb het wel vaker over dat lied gehad. Maar als je nou het heel rustig is zegt, Jezus zegt, zou je er niet luisteren, dat hij van ons hier verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij zegt dat ieder tot zijn ere schijnt, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Bijna kerst. Wij vieren straks het feest van vrede. Het nieuwe jaar staat aan de start. Hoe gaan wij aan die tijd beginnen? Met angst en twijfel in ons hart? De Heer Jezus is een schuilplaats in deze wereld vol geweld. Hij geeft je rust en hij belooft dat zelfs je hoofdhaar is getild. Waar mensen bang zijn voor de toekomst, zegt hij, bij mij ben je geborgen. En wat er ook gebeuren mag, ik zal toch altijd voor je zorgen. Wij vieren straks het feest van vrede. Het nieuwe jaar staat aan de start. Laat Jezus ook jouw redder wezen. Dan wordt het vrede in je hart. Thank you.
Er is een God die hoort. Wat een lied, wat een mooi lied. En wat hebben we het vaak gezongen op verschillende plaatsen. En wat heeft dit lied ook weer een hoop gebracht. Het is nog niet zo oud. Als je de melodie hoort, dan denk je van het is al jaren oud. Dat klopt trouwens ook, want die melodie is in Amerika heel bekend. En een aantal jaren geleden is er een Nederlandse tekst op gemaakt. En sinds die tijd is het een zeer geliefd lied geworden. We gaan nog een keer luisteren en kijken naar Noortje met een solo. Leise rieselt der Schnee. Echt zo'n romantisch kerstliedje. En ach, dat mag natuurlijk ook best. Kerst, een tijd van gezelligheid, van met elkaar. Maar vroeger ook van een hoop sneeuw. En dat kon dan zo heel zacht naar beneden vallen. We weten bijna niet meer wat het is, sneeuw. Zondagavond 20 december om 19:30. Een speciale uitzending van Samen Zingen met Peter Burger en Jan Quinten Zwart. Vooral, nee, niet alleen vooral, kerstliederen. Het thema zoektocht naar kerst. Nou, u weet het kanaal allemaal te vinden. Hetzelfde kanaal waar u nu naar kijkt. Morgenavond om 19:30. Nee, niet. Ja, morgenavond om 19:30. Zondag 20 december, zoektocht naar kerst. We gaan naar de laatste drie nummers toe. En ik ga die achter elkaar laten zien. Op u mijn heiland blijf ik hopen. Een lied wat je eigenlijk het hele jaar door kan zingen. Want we kijken uit naar de wederkomst. Naar zijn komst. We zingen als Holland Koor ook altijd op het slot van ons concert Maranatha. En dat laatste lied... Lichtstad met uw paarlenporten met Maranatha. Dat zingen we ook aan het einde van deze uitzending. Tussen die beide liederen in, het bekende lied van Arie Pronk. Eens zal op de grote morgen. Ik vond het fijn om vanmorgen weer bij u te zijn. Dit is voorlopig de laatste uitzending van Holland Koor TV.
Dit was een soort extraatje. Ik kon het niet laten om vandaag of vanmorgen toch weer bij u te zijn. Ja, dan hebben we toch contact. In het nieuwe jaar gaan we weer beginnen. U gaat daar natuurlijk weer over horen via het infobulletin. Misschien komt er ook nog wel een eindejaarsuitzending. Maar dat moet ik allemaal nog even bekijken hoe het allemaal gaat lopen. Maar ik denk wel dat we op oudejaarsdag nog mezelf laat zien via dit kanaal. En dan hebben we misschien nog een mooie uitzending op oudejaarsdag. Maar nogmaals, ik moet even kijken hoe het allemaal gaat lopen de komende dagen. Ik vond het in ieder geval fijn om bij u te zijn. Vanaf deze plek wil ik u hele gezegende kerstdagen wensen. Ik heb u een aantal suggesties aangegeven waar u naar kunt kijken. De kerstnachtdienst vanuit de Bovenkerk. Vanavond het kerstconcert van Presim. Het benefietconcert van Haroel. De diensten van Dominee van Ark. Er is een hoop te zien op internet en ik hoop dat u veel blijft kijken. Als u uitzendingen ook mooi vindt, laat het weten. U kunt altijd ook de uitzendingen delen met anderen. U kunt anderen zeggen ook van, kijk eens op de YouTube-kanaal van JQZ Muziekproducties. Er is een hoop moois te zien. Ik hoop dat u het wilt delen. En ik hoop dat we daardoor ook het Holland Koor bekend kunnen maken in Nederland. En dan gaat het me niet zozeer om het Holland Koor aan zich, maar om hetgene wat wij als Holland Koor te vertellen hebben. Wij zingen voor Israël. Wij zingen van Gods volk, voor Gods volk en soms ook met Gods volk. Maar we zingen bovenal voor onze grote koning, waar we naar blijven uitkijken. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Eens al op de grote morgen. Maranatha.